zelf heeft meegemaakt in de eerste 48 jaar van zijn leven. You know, sometimes I thought that if I die all of a sudden today, which I don't think I will because I'm too old for this tomorrow, if I was going to die, I wouldn't die stupid, you know. I would die like somebody who saw a lot of things. I lived everywhere in the world. I saw money, I saw glory, I saw women, I saw success, I saw flops, I saw I was kidnapped by terrorists. I did everything. Geboren werd hij dus in Egypte, onder alles behalve armoedige omstandigheden. Gezin Roussos was redelijk bemiddeld, tot het om politieke redenen het land uit moest, om met achterlating van alles in Griekenland een geheel nieuw bestaan op te bouwen. Zelf is Demis Roussos intussen vader van een volwassen zoon en dochter. Een zondagskind dat regelmatig worstelt met zijn gewicht. Op zijn top woog hij 145 kilo. Tegenwoordig staat hij er een stuk beter voor.